Hoi, deze keer een kort tussendoor verslag, want hier staat iets bijzonders achter me. Deze keer even een verslagje tussendoor, bij mij op het werk. We hebben regelmatig leuke auto's hier om te reppen natuurlijk, maar deze keer ook een mooie camper en die wou ik je even laten zien, want het is eigenlijk wel een bijzondere uitvoering. Dit is de nieuwe Mercedes T585 van Humer. En wij gaan er een T585S van maken, van Special. En dat Special is eigenlijk omdat wij mogen dan een struikelknop zetten. En de dealer zelf heeft er wat aanpassingen aan gedaan. Kijk maar eens mee. Kijk, hele andere grill. Hoogglans, zwart gespoten. Bumper meegespoten in kleur. En een unieke kleur van de cabine. En wat dacht je hiervan? 18 inch, hoogglanszwarte wielen. Dik! Ja, en uiteraard onze strijping erop. Want ja, het maakt hem net iets meer af. Het past meer bij het geheel van de voorkant. Loopt lekker door. Meer in stijl. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee of alle binnenkanten van deze Humer zo mooi zijn. Maar ik vind deze heel erg mooi. Maar misschien zijn ze allemaal zo hoor. Deze is ook even een keer goed instap en een keer goed bekijk. Maar mooie binnenkant. Moeten we eigenlijk niet verzinnen om hier een S'je bij te plakken. Kijk of we daar een oplossentje voor hebben, want dan heb je echt een T585 Special. Nou, dat was dan een heel kort reviewtje van deze auto. Een echte review van binnen en buiten kijken en wat er allemaal op en aan zit. Ja, dat doen we misschien een andere keer als ik hem weer terug heb. Ik heb nu niet heel veel tijd, maar ik wou je alvast laten zien dat dit wel een hele bijzondere uitvoering was.